Hallo, daar zijn we weer. We zijn bij Christa thuis, zoals jullie zien. Hallo. En we gaan, omdat wij zaterdag jarig zijn, gaan wij proberen een slow-mo te filmen, op te nemen. En ook voor TikTok is dat dan. Dus we zijn heel benieuwd of het lukt. En daar hebben we iets leuks voor. Ja, maar ik moet even laten zien. Ja hoor, Christa zet al. Even ondertussen even. Christa zet alles klaar, kijk. Even zoeken hem even op. En zo. En dan, dit is confetti, hoe heet dat? Confetti kanon. Van de Action. Van de Action. En die gaan we dan laten knallen. En dan proberen we er een slow-mo van te maken. Dus hopelijk lukt het. Ik ben heel benieuwd. Dan hoeven we het nog even droog. Dan moeten we deze even terug doen. Hallo, we zijn even aan het. Ga gewoon even laten zien hoe we dit TikTokje weer opnemen. Dan doe dit zo meteen. Even kijken nog. Hier hoor, Chris, dan weet je dat. Dit is de hoek, zeg maar. Oh, ja. Nou, kijk nou hoe leuk. Kan jij ook eens van me heen? Dit wordt echt een leuke feest. Video, want je hoort dan zeg maar it's on your birthday en dan stopt hij daarna, dus dan is het ja. Your birthday of zo, deze is dat dan? Ja, dat hoeft niet, hè. Je ziet het hier al. Ah ja, en dan komen concepten. Dus dan is het dat we hier beginnen aan your birthday. Ja, zo? Ja. Nee, dat is het eerste stukje van de TikTok gaan we nu doen. Zo? Mm-hmm. Ik doe ook een beetje met die slinger een beetje zo. Ja. Oh. Oh shit, hij stond nog verkeerd. Hij stond op high speed, want als we slow-mo opnemen, dan zet je hem op de heel snel. Dan lijkt het alsof het niet heel snel gaat. Maar dan zie je het in slow motion. Doe je nou iets in het heel snel opnemen, dan moet je het geluid zo zetten en de opname dat het heel langzaam klinkt. Nou, dan gaan we. Nu staat hij eerst op normaal. Nu doen we eerst een normaal stukje. En go. Ja? Oké, nou ik sta op de goede. Ja, maar die confetti ding moet ik eerst pakken. En ik heb het. Nou, je wilt het nog testen eerst. Oh, nee, je wilt het dan echt doen. Ja, ja. Want, ja, dan pakken we het. Gaan het nu met een echt kanon testen. Gelukkig hebben we er twee. Pas op, oh, dat statief dat er niet valt. Even kijken, hoe werkt het? Ik sta nog steeds op de goede. Weet jij dan hoe positie? Het werkt? Oh, je moet dus eigenlijk zo doen. Ja, maar dan omhoog. Ja. Kijk, naar die kant de pijltjes. Oh, dat zie je daar staan. Ja, de onderste naar de andere kant en die kant naar die kant. Nee, kijk goed. Deze pijl staat die kant op, de onderste van die kant Ja. En die naar die kant. Dus je kan ook andersom doen. Dus jij lukt het dan? Ja, maar dan moet ik het echt gewoon. Oh, moet ik hem vasthouden of kan je dat beter zelf dan doen? Ja, als jij hem vasthoudt, dan kan jij niet die draaibeweging naar die kant. Oh, dat moet ik. Ja, nee, dat kan ik niet. Dus we kunnen dat hartje dan ook eigenlijk niet. Nee, ja, maar dat is toch niet erg dat het een leuke video wordt. Ik knip het eruit. Dat kan ik toch nog zo doen, snel, op het laatst. Ja, we doen het heel kort nog even zo. En dan doe ik dit poppen. En nu op de... En je moet gelijk poppen dan, hè? Ja? Kan je? Ja, maar eerst moet ik nog... Ja, maar dan... Nou ja, of ik dan nog alleen. Want als jij moet echt wel gaan... En je popt hem niet daarheen. Daarheen, ja, naar de camera. Ik dacht ook nog over ons heen. Nee, ja, ik zou juist. En dan rennen wij er wel in. Nee, naar de camera vooral. Dat is juist voor hen ook heel leuk om te zien. Mm-hmm. Oh my god, wat een kamer! Kijk wat dit gelukt is. Oh.
zien. Ik laat even zien hoe rommeltje het hier nu is. Kunnen we daar ook nog iets van maken? Ja, wacht even hoor. Even laten zien. De woonkamer van Christa. Maar die echt erg vind ik. Nou, ik zeg... Geslaagd. Hij is geslaagd. En hij volgt nu. I'm a shake it, shake it, shake it like you on my birthday. Nou, dit was hem dus, onze video. En als jullie het leuk vonden, zet hieronder dan een duimpje omhoog. En als je nog geen abonnee bent, dan kan je dat ook altijd nog worden. Dat kan ook hier van onder ergens. En dan tot de volgende keer eigenlijk maar weer dan. Ja, en hou het kanaal in de gaten, want ja. Volgende week krijgt Christa, als het mee zit met de corona en zo, en dan komt de tattoo, komt de echte tattoo. Dus dan deel 2. Dus dan, als het mee zit, volgende week de video van de echte tatoeage. Woe. Dag allemaal! Doei.